Kom je naar de Gentse feesten, vermijd blaren en draag geen nieuwe schoenen uit de solden. Deze opvallende tweet stuurde het Rode Kruis gisteren de wereld in. Verplegers moesten in het centrum van Gent de voorbije dagen heel wat blaren verzorgen. En heeft u al pijn aan uw voeten? Nee, ik heb ze op zich wel goed ingelopen, dus ik heb er nog geen last van gehad. En waarom heeft u dan nieuwe schoenen aangedaan? Ik dacht we gaan veel lopen en deze lopen lekker. En ik krijg nooit last in deze schoenen, dus daarom. Ik heb bewust mijn sportschoenen aangedaan, dus toch voor de hele dag te stappen. Zou u naar de Rode Kruispost gaan, mocht u belijnen hebben op uw voeten? Mocht dat hier zichtbaar zijn, dan zou ik dat zeker doen, ja. Ik dacht, ja, misschien gaat het wel regenen. Ik ben vertrokken Sint-Niklaas en toen was het zo heel bolig. Dus ik dacht van, sandalen of met schoenen? Ik wist eigenlijk niet. Ik heb mijn sandalen in de auto gelaten en ik heb mijn sandalen maar aangedaan, voor alle zekerheid. Ik heb mijn plekkertjes bij, altijd. Het waren die altijd bij, dus moest het zijn. Kan ik me altijd verzorgen, zelf verzorgen. Ik heb geen nieuwe schoenen aan. Ik wou normaal nieuwe schoenen aandoen, maar ik mocht niet van mijn mama. Ze zei dat ze dat gelezen op het laatste nieuws van het Rode Kruis. Heb je zelf slechte schoenen aan? Nee, ik heb momenteel schoenen aan dat ik al 4 jaar heb, denk ik. Ja, omdat het is toch voor een hele dag rond te lopen en zo. En als je dan nieuwe schoenen aandoet, ten eerste, ze zijn al direct vuil. Ten tweede, dan heb je blijnen en dan amuseer je ook minder, want je zit constant te denken van ja, mijn voeten doen pijn.